namens het gemeentebestuur, alle inwoners van Wassenaar en de nabestaanden van de slachtoffers in het bijzonder, leggen loco-burgemeester Bert Doorn en zijn zoon Max een krans. Ralf Bergman was een Joodse jongen uit Wassenaar die in augustus 1942 naar kamp Westerbork vertrok. Zijn vader en moeder hadden de oproep gekregen zich te melden op station Staatspoor in Den Haag. Onwetend van de gruwelen die in het verschiet lagen, had het gezin hier gehoor aan gegeven. Op 26 april 1945... dus nog geen 2 weken voor de bevrijding, werd hier in Wassenaar een fietser in koelen bloede vermoord door Duitse militairen. Ze hadden hem geroepen en wilden zijn fiets hebben. Naar men zegt,
was de man doof, valt een dagboek te lezen. In ieder geval stopte hij niet vlug genoeg. Ze schoten hem dood, namen de fiets en lieten de man liggen waar hij lag. Dames en heren, jongens en meisjes. Zomaar twee gebeurtenissen vermeld in het boek Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog. We herdenken vandaag de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlogssituaties en vredesmissies die nadien volgden. Het gaat hierbij om militairen, verzetstrijders en burgers die in ons land, in het voormalig Nederlands-Indië en waar ook ter wereld zijn vermoord, gesneuveld of op andere wijze zijn omgekomen. Met de traditionele 2 minuten stilte betonen we eer aan de slachtoffers. Zij mogen niet worden vergeten. Wat zij meemaakten, moeten we blijven vertellen, doorvertellen aan de volgende generaties. Mijn ouders leven niet meer. Zij maakten de Tweede Wereldoorlog aan den lijve mee. Ze konden het gelukkig nog navertellen. Wat zij meegemaakt hebben, konden ze met ons delen. En wij konden het weer doorvertellen aan onze kinderen. Het is voor mij daarom ook een heel bijzonder moment dat ik hier vanavond een krans mocht leggen samen met mijn zoon Max. Het gedenken en denken aan heeft alleen maar zin wanneer ook de jongeren daarvan deel uitmaken. Fijn dat hier vanavond ook jongeren aanwezig zijn. De kracht van het persoonlijk verhaal staat centraal bij de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dat persoonlijk verhaal zorgt voor herkenning. Dat verhaal had ook van u, van jullie en van mij kunnen zijn. Want oorlog, terreur en onderdrukking maken geen onderscheid. Kijk naar Parijs, Nice, Brussel, Berlijn, Stockholm. De onderdrukking, de terreur, het kan ons allen treffen. Ik begon deze overdenking met 2 gebeurtenissen uit Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze gemeente is veel gebeurd. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kon vorig jaar worden vastgesteld dat alleen in Wassenaar 533 burgers en militairen zijn omgekomen in de periode 40-45. Dit monument hier aan de Schouwweg is de plek waar wij in Wassenaar al deze mensen en vele anderen vanavond herdenken. Ik wil deze overdenking afsluiten met de 2e strofe van het gedicht van P.N. van Eyck dat sinds kort op dit monument is aangebracht. De titel van het gedicht is Bij de gevallenen te Wassenaar. Hier, waar alle andere dingen zwijgen, zuist nog een zucht door dunne lover, die zweeft naar ons inwendig neigen de witte en paarse bloemen over op het graf van wie nu doden heten en koelt ons mild de brandende ogen. Zij fluistert dat wij niet vergeten en dat wij niet berusten mogen. 4 leerlingen van de Amerikaanse school zullen nu het gedicht For Peace van John Doerhan voordragen. For Peace by John O'Donohue. As the fever of the day calms toward twilight, may all that is strained in us come to ease. For all who suffered violence today, may an unexpected serenity surprise them. For those who risk their lives each day for peace, may their hearts glimpse providence at the heart of history. That those who make riches from violence and war might hear in their dreams the cries of the lost. That we might see through our fear of each other, a new vision to heal our fatal attraction to aggression. That those who enjoy the privilege of peace might not forget their tormented brothers and sisters,
that the wolf might lie down with the lamb, that our swords be beaten into plowshares, and no hurt or harm be done anywhere.